Hoeveel velden heeft het sportpark Flesje Gramsberg? Is dat... En dan moeten de trainingsvelden er ook bij. April gaan we met de C-teams, C1 tot en met C3 van Gransberg, gaan we aan een internationaal toernooi meedoen in Denemarken. En dat gaat natuurlijk wat geld kosten en het is de bedoeling dat we door middel van de acties het geldbedrag wat naar beneden drukken. Is het A, Nick Alten? Is het B, Roy Hoogenberg? Of C, Pascal Kerkdijk? Dat was een heel groot succes. Daar hebben we heel veel geld mee kunnen ophalen. We rond de 2000 pakken kunnen verkopen. En dus we hebben nog een paaseieractie. Nou, we zijn hier bezig met een voetbalkliniek. Er is een parcours opgesteld met 12 verschillende spelletjes waar de spelers langs kunnen lopen. En nou, bij de spellen staat wat begeleiding. De begeleiding hebben we allemaal binnen Gransberg kunnen vinden. Dus die willen dat allemaal graag, die willen allemaal graag meehelpen. Dus hartstikke leuk. Handlopen B! Roy Dingus! Nee, handlopen B! Jawel, Roy. Ja, ik zag alleen.